dingen. Weet je, mijn zoon is 13. Hij is aan het puberen. Zeggen Nederlanders. Want puberen is Nederlands. Alleen Nederlandse kinderen puberen. Surinaamse kinderen puberen niet. Alleen Nederlandse... Puberen is net zo Nederlands als ADHD. ADHD is Nederlands. Ik ben in Suriname opgegroeid. Ik ben nog steeds 3-4 per keer per jaar in Suriname. Er is nog nooit 1 geval van ADHD geconstateerd in Suriname. Dat bestaat daar niet. ADHD is Nederlands. In Suriname zeggen we, hij is druk. Hij is druk. En daar hebben we geen geweldige therapieën voor nodig. Wij hebben een huismiddel. Een huismedicijn. Waarom ben je zo druk? Bam! Ga slapen. Gewoon thuisbereid. Geen geneeskundige studie, niks. Gewoon. Hè? Je bent nog steeds druk. Bam! Ga slapen. En na 6 van dit soort behandelingen... Brian is niet meer zo druk, hij is rustig. Nederlanders zijn zachte heelmeesters, dat is dat ding. Nederlanders zoeken voor alles een simpele oplossing. En dan moet je praten en dit en wo. Nee, soms moet je het anders doen. Soms, ik sta in een park en die Nederlandse moeder die staat daar. Tim, niet op het rek, Tim. Tim, niet op het rek. Tim, niet op het rek. Tim, wat doe je op het rek? Wat zeg ik nou? Niet op het rek, Tim. Niet op het Tim. Niet op Tim. Laat me het Tim. Mama wordt verdrietig! Mama wordt verdrietig! Boe! Boe! Na 12 keer waarschuwen, valt Tim van het rek. Klik, 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 klik. Mama! Ik ben gevallen! Oh, heb je au? Als je stopt met huilen, krijg je een ijsje. Mijn moeder! 1 keer! Mijn moeder gaf waarschuwing, inclusief bedreiging. En die bedreigingen van Surinaamse moeders, wauw! Roué, als jij op die trap gaat, ik sla je zolang ik je zie! Ik ga toch en ik val van die trap! Maar ik ben gevallen van die trap. Ja, omdat je lult. Bam! Bam! Ga slapen.